Dames, 200 meter rugslag. Met op baan 8 voor VZC, Femke Spiering. Op baan 1 voor DZNPC, Eline van der Wal. 7 voor PSV, Indy Jongman. Op baan 2 de titelverdedigster voor de Rolfijn, Tessa Vermeulen. Op baan 6 voor de Dink, Sterre Mooi. Op baan 3 voor de Dolfijn, Robin Neumann. Op baan 5 voor het landenschim van Man Niedersachsen, Anne Friedrich. En op baan 4 voor Trivia, Marike Dienstra. Dit is de finale, dames, 200 meter rugslag. Take your marks. Baan nummer 2, Tessa Vermeulen, zijn de voorsprong al hier. De andere dames, iets meer dan een lengte voorsprong, Marieke Tienstra in baan nummer 4. Die vorig jaar de zilveren medaille won. En in baan nummer 6, Sterre Mooi weer een 3. Vorig jaar goed voor de bronzen medaille. Ze zijn hier op 100 meter, de nummers 1, 2 en 3. En het is daar in baan 5, Anna Friedrich in vierde positie. Ja. Tessa Vermeulen is een beetje aan haar stand verplicht natuurlijk om hier de leiding te nemen en de titel te verdedigen. Bovendien, volle voorbereiding voor de EK in Glasgow. Dus je zou verwachten dat zij de kampioenen worden. Maar ja, 200 meter is 200 meter. En bijvoorbeeld Marieke Dienstra heeft hier laten zien dat ze de vorm te pakken heeft. Maar 150 meter, Tessa Vermeulen duidelijk aan de leiding in 38, 55. Anderhalve seconde voor op Marieke Dienstra. Daarachter Anna Friedrich. Ja, het seizoen 2018 heeft Vermeulen ook tot nu toe nog steeds de snelste tijd gevonden. Dus je zei van Jos, is daar een stand verplicht. Maar hier lijkt het dan toch in de laatste meters nog wat dichter bij elkaar te komen liggen. Had Tienstra het wat snellere tempo en wordt het verschil in één keer rap kleiner op naar de laatste meters. En dan gaat het om Tienstra en Vermeulen. Is het dan Vermeulen wat kort genoeg, zeg maar? En dat is. Vermeulen trekt als eerste aan in 2.13.69. Tweede tijd voor Marieke Tienstra, 2.14.19. En de derde tijd is voor Sterre Mooi weer, 2.16. Pardon, voor Anna Friedrich, 2.14.70. De derde tijd. Maar het Nederlandse podium is dus Sterre Mooi weer de bronzen medaillewinnares. En daar is het allemaal officieel. De winnares van vanmiddag, Tessa Vermeulen. En natuurlijk ons applaus! Dames, willen jullie via baan 0 het water verlaten alsjeblieft? Dan gaan wij verder met het programma zometeen. Het programma dat heeft nog in zich de...